We weten het allemaal, suiker is ongezond en suiker is ontzettend verslavend. Maar wat is er nu zo fout aan suiker? Daar wil ik het in deze video over hebben. En ja, om te beginnen, weet je dat de gemiddelde Belg en Nederlander in zijn of haar leven zomaar liefst 45 kilo suiker verbruikt? Dat is, 100 jaar geleden was dat nog maar 10%, 4,5 kilo. Op een gans mensenleven. Dus onze suikerconsumptie is gigantisch gestegen. Nu, wat is suiker? Suiker is een koolhydraat. Koolhydraten is eigenlijk de scheikundige verzamelnaam van alle suikers. En suiker is voor ons lichaam in de vorm van glucose een bron van energie. Dus je kan zeggen, suiker is levensnoodzakelijk. Ja, dat klopt. Alleen in onze gezonde voeding is er eigenlijk al voldoende suiker / koolhydraten aanwezig, zonder dat we ze nog een keer extra erbovenop moeten verbruiken. Dus al die extra suikers zijn eigenlijk te veel. En in welke gedaante komt suiker? Want suiker, de witte moordenaar, zoals ze de ook wel eens noemen, die heeft vele gedaantes. Zo zie je bijvoorbeeld fructose. Fructose, dat klinkt gezond, want dat komt van fruit. En dan denken de mensen, maar dat is gezond, want dat is fructose, komt van fruit. Kom ik straks op terug. Glucose, dat is dus de vorm die ons lichaam gebruikt als energie. Galactose, sucrose, dat is zoals we onze gewone geraffineerde tafelsuiker kennen. Lactose, de melksuiker, kom ik straks ook op terug. Maltose en misschien iets wat je gaat verbazen, zetmeel. Ja, dat is ook een suiker. Neem nu bijvoorbeeld maïszetmeel. Dat is iets wat, ja, ik zag het mijn grootmoeder gebruiken. Mijn moeder gebruikt het ook nog steeds om haar sauzen en haar soepen te binden. Dat is puur suiker. In ons lichaam wordt dat beschouwd als puur suiker. Dus dat telt ook mee. Het wordt gewoon als suiker verteerd. Misschien toch wel interessant om te weten. Er zijn twee soorten suikers. Er zijn aan de ene kant de natuurlijke, langzame, complexe, dus samengestelde suikers. En aan de andere kant zijn er de geraffineerde, snelle suikers of koolhydraten. Als ik het heb over suikers, dan heb ik het ook over de suiker, maar ook de koolhydraten. Okay? De eerste vorm, dus de langzame, die komen voor in groenten, in fruit, maar ook bijvoorbeeld in je volkorenpasta, in je volkorenbrood en al dat soort dingen. We noemen het trage suikers omdat ze langere tijd nodig hebben om verteerd te worden, waardoor ze minder snel in je bloed worden opgenomen en dus je bloedsuikerspiegel minder snel gaan laten stijgen en dat ze ook je langer een verzadigd gevoel gaan geven. De tweede soort, de snelle suikers, die komen voor in alles wat industrieel bereid is, zoals snoep en alle sauzen, fruitsappen en dat soort dingen meer. Ook in alle light producten bijvoorbeeld. Ik denk aan light yoghurt, magere yoghurt. Dat is iets wat heel veel dames nog steeds kopen in het idee van ik ben goed en gezond bezig, maar niet is minder waar. Want door de vetten uit die vette producten te halen, kazen en yoghurt en dergelijke, wordt het echt niet meer te vreten. En wat doen de producenten er dan bij om het toch maar terug lekker te maken? Suiker. Okay. Ook in al die sauzen, ketchup, mosterd, mayonaise, ga je heel vaak suiker zien staan bij de ingrediënten. Groenten die in blik of in potten zitten, ook bevatten heel vaak suikers. En die suikers worden snel genoemd, omdat ze heel snel worden opgenomen in je bloed. Dus ze gaan je bloedsuikerspiegel enorm snel laten stijgen. Waardoor je een ontzettend snelle plotse terugval hebt ook. En dat veroorzaakt dan die suikerdips. Bovendien, als je bloedsuikerspiegel heel snel stijgt, dan heb je ook, om het te compenseren, in balans te houden, heb je heel veel insuline nodig. En insuline is het hormoon van je pancreas, maar insuline is ook het vetopslaghormoon. En daardoor word je dus dik van suiker. Het zal je niet verbazen dat het vooral de tweede soort is die de problemen voor ons veroorzaakt. Dus die snelle suikers. Wat gebeurt er nu? In het raffineringsproces, in het verwerkingsproces, wordt die suiker ontdaan.
van alle vitaminen, mineralen en vezels, waardoor het voor ons lichaam nog juist geteld 0,0 voedingswaarde heeft, maar het wel een ontzettende caloriebom is. En als dat in ons lichaam komt, dan moet dat op een of andere manier verwerkt worden, verteerd worden. Om te kunnen verteren, heeft die suiker die vitamine, mineralen en vezels nodig. Dus wat gaat het doen? Gaat het overal in je lichaam wegplukken, opdat het zou kunnen worden verteerd. Maar zo pleeg je natuurlijk roofbouw op je lichaam. Waardoor je bijvoorbeeld osteoporose kunt ontwikkelen, omdat de calcium, wat een mineraal is, een essentieel mineraal is, uit je botten wordt gehaald om die suikers te verteren, die geraffineerde koolhydraten. En zo krijg je een verzwakt beenderengestel door geraffineerde koolhydraten en suikers te eten. Hoe herken je nu die snelle suikers? Wel, om het je gemakkelijk te maken, als je kijkt op de ingrediënten van de producten, dan eindigen die vaak op oze. Dus denk aan de witte tafelsuiker, zoals saccharose of sacrose noemen we die. Glucose komt ook heel vaak voor en dat komt dan ook vaak voor onder de namen van druivensuiker of dextrose. Fructose, wat heel populair is omdat het zo gezond klinkt, want het komt uit fruit, het is fruitsuiker. Maltose of moutsuiker en dus lactose. Nu, die lactose, daar zou ik op terugkomen. Dus inderdaad, in melk zit suiker. Dus ook hier, als je kiest voor magere melk, dan heb je een suikerbom. Daar staan mensen niet bij stil. Nu is er voor die lactose een specifiek enzym nodig, namelijk lactase, om dat te kunnen verbranden, om dat te kunnen verteren. En wil nu dat heel veel mensen dat enzyme niet hebben of niet meer hebben, steeds minder hebben. Bijvoorbeeld de Aziaten, die hebben dat niet. Dus die krijgen, als zij melkproducten verbruiken, krijgen zij ontzettend snel en heftig darmproblemen. Dus als je darmklachten hebt, kijk eens of je regelmatig melkproducten verbruikt waar die lactose in zit. En dat zou wel eens de oorzaak kunnen zijn van je problemen. Nu, ook wetende dat suiker zo verslavend is, al na een paar dagen zonder suiker, en misschien heb je dat ervaren, krijg je afkikverschijnselen. Krijg je hoofdpijn, stress, word je soms geïrriteerd, krijg je soms huidirritaties, begin je te zweten. Dat zijn echt afkikverschijnselen. Suiker is een drug. Suiker is 7 keer zo verslavend als cocaïne en heroïne. Absoluut, dat zo is het. Dus bedenk dan eens dat je aan kleine kinderen, aan baby's zelfs, melk geeft. Dus ja, nog voor ze moeten ontwikkelen, nog voor hun smaak moet ontwikkeld worden, nog voor het lichaam moet ontwikkeld worden, zijn ze eigenlijk al verslaafd aan suiker doordat je ze melk geeft. Dus de weg terug is heel moeilijk, maar niet onmogelijk. Dus tip, lees op de etiketten en kijk uit voor die dingen die eindigen op oze. Nu, soms zitten de suikers beter verstopt dan in een woordje eindigend op oze. Want de voedingsindustrie is natuurlijk niet gek. En gaat het, u weet ondertussen dat we er niet van houden als er suiker op staat. Dus gaat het vermommen onder andere dingen. Bijvoorbeeld stroop, siroop, karamel, kandij, appelconcentraat. Dat is een hele slechte. Dat zijn allemaal andere namen voor snelle suikers. Nu ga ik even heel snel door 11 redenen waarom suiker slecht is voor jou. Wellicht zijn er een aantal bekende tussen en misschien zijn er ook een aantal nieuwe tussen. Kijk maar eens wat het voor jou doet en hoe het je kan helpen om te motiveren om die suiker te weren in de toekomst. Suiker verstoort je insulineproductie. Dat is nummer 1, daar heb ik het daarnet al over gehad. Als je bloedsuikerspiegel stijgt, dan heb je ook de insulinepiek nodig. En als dat regelmatig gebeurt, je eet regelmatig suiker, hup, en je hebt insuline nodig, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw, en op de duur wordt je lichaam wat we noemen insuline ongevoelig. Insulineresistent zelfs. En dat is de rechte weg naar diabetes 2. Die insuline, heb ik ook verteld, dat dus de insuline wordt niet meer echt opgenomen in je lichaam. Je lichaam is insulineresistent en dat geeft dan weer, nummer 2, problemen in de balans van je hormonen. Onder andere die insulineresistentie
geeft aanleiding tot oestrogeendominantie. Daarom is het dat je vaak mensen, vrouwen voornamelijk, ziet die veel suikers en koolhydraten eten, dat die misschien wel slank zijn, maar alsnog een bandje, een Michelinbandje rondom hun middel hebben. Dat is daardoor, omdat daar dat zijn de oestrogeenplekken en daar gaat dan vetopslag gebeuren. De nummer drie waarom suiker slecht is, is dat het een slechte invloed heeft op je immuunsysteem. Dus het gaat je weerstand verlagen en het gaat je lichaam in de verzuring brengen, leiden. Want nog een keer, om suikers te kunnen afbreken, heeft je lichaam mineralen nodig. Enzymen en vitamine en vezels, maar vooral die mineralen. Die hebben wij niet echt in overschot. Dus die gaan weggeroofd worden in je lichaam. En de eerste plek waar die worden leeggeroofd is je hoofdhuid en je nagels. Dus als je nagels broos worden en als je haar dunner wordt en als je hoofdhuid problemen geeft, dan is dat misschien wel een reden omdat je te veel suikers eet of geraffineerde koolhydraten en dat je daar mineralen leeggeroofd krijgt. Dus ook, ik heb het in vorige video's ook al verteld, je bloed gaat altijd 7,4 pH-waarde willen aanhouden. En door die suiker te eten, suiker heeft een ontzettend verzurend effect ook op je bloed. Dus dat betekent dat, dat je pH-waarde naar beneden gaat. En dat mag natuurlijk niet gebeuren, want daar kun je van sterven. Dus gaat je lichaam er alles aan doen om overal mineralen weg te halen om weer die 7,4 pH-waarde van je bloed te herstellen. Dat proces geeft natuurlijk ook veel aanleiding tot het ontketenen van ontstekingen in je lichaam. Met name ook in je gewrichten. Dus als je daar pijn hebt, ontstekingen regelmatig hebt, ook spieren bijvoorbeeld en pezen, tendinitis en dergelijke. En vaak ligt daar verzuring door suiker aan de oorsprong. Het gaat ook je maag-darmstelsel verzuren en dat kan weer leiden tot bepaalde gisten in je darmen, bijvoorbeeld candida. Dat is de gist die zich voedt met suiker. En eens je die in je darmen hebt en die is actief, want we hebben die eigenlijk allemaal, maar als die actief is en als die de overhand krijgt, dan heb je continu die sugar cravings en dan wordt het heel moeilijk om van de suiker af te kicken. Ja. En bovendien, als dat allemaal in je darmen, 70-80% van je immuunsysteem wordt gecreëerd in je darmen, als daar die candida zit en als daar die suikertriggers constant aanwezig zijn, dan gaat je weerstand aanzienlijk naar beneden, ga je veel sneller verkouden worden, ga je veel sneller bepaalde ziektes en bepaalde kankers ontwikkelen. Trouwens, van kanker gesproken, kanker kan alleen maar woekeren in een verzuurd milieu en kankercellen die gevoed worden door, die geen zuurstof krijgen, die gaan zich voeden met suiker en dan gaan die dubbel zo snel groeien. Super belangrijk dus. Dan, het bederft je tanden. Ja, dat weten we allemaal, dat weten we van kleins af aan al. Maar het zijn dus niet de suikers die gaatjes in je tanden maken, het zijn de zuren die je lichaam maakt met die suikers die gewoon gaatjes branden in je tanden, maar ook in je aderen en ook in je botten. En dat is zo zuur, dat kan zo zuur worden, dat als je er een druppel van laat vallen op een staalplaat, dat er een gat in brandt. Zo zuur kan het dus in je lichaam worden, die suiker. Om je maar te zeggen. Ten vijfde kan het ook leiden tot hart- en vaataandoeningen. Die sluipmoordenaar, hè? Ja, dat is, gaat dus ook omwille onder andere van die insuline variaties en verhoogde insuline gaat het je cholesterol verhogen en dan komen je hart en vaten dus in het gedrang. Wat ik daarnet ook zei, hè, nummertje 6, kankers. Kankerpatiënten mogen 0,0 suiker eten, want cellen die zich niet kunnen voeden met zuurstof, en dat is vaak het geval, gaan in overlevingsmodus zich voeden met suiker en dan gaan ze dubbel zo snel groeien. Suiker leidt ook tot een energiedip. Dat kennen we denk ik allemaal. Suiker geeft ons een vals gevoel van energie. We krijgen een suikerkick en bam,
bang. En kort daarna krijgen we een suikerdip. En wat zeggen we dan? Oeh, ik ben moe, ik heb iets nodig. Ik heb suiker nodig. Want als voedsel wordt verteerd, dan gaat het... Dan wordt suiker, de suiker die erin zit, wordt afgebroken tot glucose. Glucose is onze energiebron. En dat wordt opgenomen in het bloed. En dat wordt dan omgezet naar energie. Maar als je dus die schommelingen krijgt, in je, doordat je met die snelle suikers zit... Dan ga je dus ook op dat vlak die dippen krijgen en dan ga je echt gek worden van die energiedips. Suiker beïnvloedt ook onze emoties. Als je te veel suikers in je lichaam hebt, dan gaan de endorfines, die jou in eerste instantie een goed gevoel geven, die gaan overprikkeld worden en daardoor word je nerveus. Word je onrustig, word je zelfs labiel. En ook krijg je soms door die pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel, kun je echt tot emotionele uitbarstingen komen. En dan denk ik aan al die kindjes die alsmaar die fristies krijgen als gezond drankje. Dat is lactose plus suiker, dat is dus echt the way to hell. Als je kind overactief is, in plaats van het, hoe heet dat medicijn? Ah, het ontschiet me nu. Het medicijn dat kindjes krijgen bij ADHD en dergelijke. Het zal me wel te binnen schieten. In plaats van daar meteen naar te grijpen, geef ze een goede omega-3 en haal die fristies en die frisdranken en fruitsappen. Uit dat dieet. Want ook fruitsap, mensen denken, ja, geen cola hoor, nee, maar fruitsap. Fruitsap is even erg. Dat is puur fructose. Puur geconcentreerde suiker die niet in je bloed wordt opgenomen, maar meteen naar je lever gaat. En daar gaat het je lever aantasten en krijg je dezelfde symptomen als bij alcoholmisbruik. Dus een vette lever, leversirose en dat soort dingen kan dus ook allemaal door suiker komen. Relatine trouwens is het medicijn. Puntje nummer 9 zijn we al. Suiker draagt in hoge mate bij tot veroudering. Om te beginnen ga je het zien aan je huid. Een huid met veel rimpeltjes en met veel krakleetjes noem ik dat. Dat is waarschijnlijk een huid waar de weefsels samenplakken door de suiker en waar de mineralen in de huid en ook collageen worden weggevreten. Dus dan ga je veel sneller minder elastische huid en een minder strakke en stevige huid krijgen en veel meer snellere rimpels. Nummer 10. Een vitamine- en mineralenrover is het en het verstoort je mineraalbalans. En dan heb ik het over die verzuring. Daar heb ik het in de video over de groene groenten ook over gehad. Maar wat ik daarnet zei, als je geraffineerde koolhydraten, geraffineerde suikers eet, dan kan je lichaam die maar opnemen als er mineralen, vitamine, vezels bijkomen en die worden dan weggeplukt. Je lichaam gaat altijd zijn plan trekken met wat er aanwezig is. En zo krijgen mensen dus tekorten aan magnesium en ijzer en calcium en dergelijke. Niet omdat ze er eigenlijk tekort aan hebben, maar omdat het weggevreten wordt door de suikers en de geraffineerde koolhydraten. En dan tot slot, suiker is verslavend. Dat zeg ik heel vaak. En als je wil zien hoe dat in zijn werk gaat, dan moet je maar kijken naar de film That Sugar Film. Dus een hele inspirerende film die perfect aantoont wat suiker met je doet, verslavingsgewijs. Het is verschrikkelijk. Het is echt gif. En we worden zo snel afhankelijk van dat stofje dopamine. Dopamine wat ons een goed gevoel geeft. Dat komt vrij als je suiker eet. Als je die snelle suikers en koolhydraten eet. En dat zorgt voor dat gelukkig en fijn gevoel. Maar van zodra dat wegzakt, krijg je een dip. En zoals met elke drug, wil je dan meer. Deze video is voor mij een grote uitdaging, want er is zoveel te vertellen over suiker en over koolhydraten, maar ik wil mij beperken. Ik wil dit geen engelange video maken.
Maar toch, met deze essentie alleen al, ik heb heel veel moeten schrappen, is het al een hele boterham, maar oh my god, zo belangrijk. En vertel het alsjeblieft voort, want nog zoveel mensen zijn zich niet bewust van welke gevaren suiker en dus geraffineerde koolhydraten met zich brengt. Dan krijg ik altijd de vraag, ja, maar er zijn toch ook gezonde suikers, Tanja, wat bijvoorbeeld met de natuurlijke suikers, zoals honing. Ik heb hier een honing, een hele goeie. Honing is voor mij een medicijn en geen zoetmiddel. Honing is goud van de bijtjes. Ik vind dat we daar zeer omzichtig moeten mee omgaan. Ik verbruik honing met de druppels, niet met de lepels. Is er iets te zeggen voor honing? Absoluut. Zitten daar voedzame dingen in? Zeker. Maar gebruik het met mate. Bekijk het als goud. Ahornsiroop bijvoorbeeld is iets wat je zou kunnen gebruiken als je toch zoet wil. Nu let op, onze smaakpapillen maken niet het onderscheid tussen slechte en goede suikers. Dus om je van je verslaving af te helpen, gaat het niet echt helpen om continu vervangende suikers te gebruiken. Want dan ga je in die suikerroes en cycle blijven. Maar ja, je leeft natuurlijk niet alleen en je wil misschien wel eens een gebakje maken. Of als je jarig bent, een verjaardagstaart. En dan kies je inderdaad beter voor alternatieven. Zo is er bijvoorbeeld xylitol. Dat is een suiker. Ziet eruit als witte suiker. Kan je gebruiken om te bakken, kan je gebruiken om in je thee te doen enzovoort. Erythritol, ik val er altijd over. Erythritol is ook zo één. Dat zijn twee suikers, het ziet er eigenlijk hetzelfde uit. Dat zijn twee suikers die zo goed als niet worden opgenomen in je bloed, waardoor dus je bloedsuikerspiegel niet gaat stijgen. Dat zijn ook de suikers die kunnen verbruikt worden door diabetespatiënten. Dan heb je agave. Dat is puur vergif. Dat is pure fructose. Niet doen. Weg ermee. Vervang het dan door ahorn als je iets dergelijks wil. Kokosbloesemsuiker wordt ook vaak gevraagd. Dat is altijd goed, beter en best. Goed is die kokosbloesemsuiker ter vervanging. Beter is eigenlijk geen. Best is geen. Je suikers halen uit je gewone voeding. Net als stevia. Stevia is ook goed. Stevia is eigenlijk, als je de echte groene blaadjes gebruikt, of de extracten ervan, niet de populaire die je vindt in de supermarkt, waar dan nog van alle andere troep aan toegevoegd is, waar dan bijvoorbeeld vaak aspartaam aan toegevoegd is. Wat kunstmatige suiker is, dat is nog erger. Dat is pas echt vergif. Dus kanderel en al die rotzooi, alsjeblieft gooi het buiten. Het is puur vergif. Maar stevia, echte stevia kan wel. Al ben ik niet zo fan van de stevia, want ik vind het nogal bitter. Maar het is persoonlijk. En fruit. Fruit, daar zitten goede suikers in. Akkoord. Maar het hangt ervan af wat je objectieven zijn. Als je wil afslanken, ga je niet meer dan één stuk fruit per dag eten. Als je insuline onder controle wil krijgen of je bent diabetes, dan ga je niet meer dan één stuk fruit per dag eten. En dan ga je kiezen voor de suikerarmere soorten, zoals zure appel en bessen. Bessen hebben dan ook weer die antioxidanten die zeer waardevol zijn. Voilà, voilà. Dan heb ik nog een laatste tip. En dat is als je trek hebt in zoet en je wil eigenlijk geen zoet eten, eet dan vet. Het klinkt raar, maar het werkt echt. Bijvoorbeeld, wat ik wel eens doe, is als ik een zoetaanval krijg, een stukje zwarte chocolade helpt ook wel. Maar dan heb ik het over minstens 70% cacao. En niet te veel zoet erbij in. Dus kies sowieso voor bio, want anders zit er sowieso weer geraffineerde suiker in. Dus pure cacao kan helpen, maar ook vet eten. En goede vetten zijn bijvoorbeeld een stukje avocado. Als je avocado eet, dat is een goed vet, dan gaat die zoetdrang weg. Of je kunt ook een glas spuitwater drinken. Nu, in de video over water heb ik ook verteld van als je te weinig water drinkt, kun je ook trek krijgen in zoet. Dus probeer altijd eerst een glas water te drinken.
Gaat het niet weg, kies dan voor een glas spuitwater. En als het dan nog niet weggaat, kun je kiezen voor een goede vetbron, bijvoorbeeld avocado. Of een lepeltje amandelboter, amandelpasta. Kun je ook doen, zonder suiker natuurlijk. Dus let op bij Albert Heijn, want de producten van Albert Heijn die zien er allemaal wel vaak gezond uit, maar die hebben heel vaak suiker erin. Dus lees de etiketten. Maar dus zin in zoet. 1. Glas water drinken. 2. Glas spuitwater drinken. 3. Iets vet eten. Bijvoorbeeld een handjevol noten kan ook helpen. Een lepeltje amandelpasta kan helpen. Of andere notenpasta. Maar 1 koffielepel dan maar. Of wat een halve of een kwartje avocado. Of eventueel af en toe, 1 keer per dag mag dat wel, een klein stukje chocolade. Zwarte chocolade. Zonder geraffineerde suikers en met minstens 70% cacao. Dan een laatste woordje over koolhydraten, want mensen zijn soms verward. Koolhydraten, dus de grote scheikundige noemer van alle soorten suikers. Dus ook je brood, je toast, je pasta, je pizza, je koekjes, alles van bij de bakker, je fruit, dat zit allemaal, en alle suikers zitten allemaal onder die noemer koolhydraten. Het allerbelangrijkste daar is om te kiezen voor lage trage koolhydraten, lage glycemische index. Dat betekent, die glycemische index geeft aan hoe snel het je bloedsuikerspiegel laat stijgen. Dus die moet laag zijn. Dat betekent dat je kiest voor volwaardige soorten, waar de vezels nog in aanwezig zijn. En vezels, je hebt de oplosbare, je hebt de onoplosbare vezels. En dan heb ik het over oplosbaar in water. Dat zijn waardevolle dingen voor je lichaam. Dus als je die kiest, dan zit je al beter. Maar de meeste mensen, en zeker hier in het Westen, onze eetcultuur is gebaseerd op koolhydraten. We eten massa's koolhydraten. 'S morgens boterhammen, 's middags boterhammen of broodjes. En 's avonds aardappelen, rijst, pasta enzovoort. Veel te veel koolhydraten. Dus als je je gezondheid wil verbeteren, als je wil afvallen, drastisch minderen. Zowel de suikers, als de kunstmatige suikers, als de geraffineerde koolhydraten en zelfs de samengestelde koolhydraten. Wat is dan een goede maatstaf? Wel, als je niks van sport doet, zijn 2 eetlepels van die volwaardige koolhydraten vast genoeg. Als je hoe meer je beweegt, hoe meer van die suikers uiteindelijk dat je kunt verbruiken. Voilà, een hele mond vol over suikers, over koolhydraten. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik hoop dat je er iets mee kan. Laat het mij alsjeblieft weten onder deze video wat het voor jou doet. Welke je eruit pikt. Wat voor jou een aha-moment was. Wat je wel wist, wat je niet wist. Het is super belangrijk. Vertel het ook verder. Deel deze video. Voel je vrij. We kunnen het niet genoeg vertellen. We kunnen niet genoeg tegen die machtige voedingsindustrie ingaan. Voilà, dat was het voor nu. Dankjewel om te kijken. Zorg goed voor jezelf. Ik zie je heel graag in een volgende video. Bye bye.